ben hier op de Middenbaan. Dat is eigenlijk de winkelstraat van het oude deel van Barendrecht. En op de Middenbaan zat jarenlang hier de Intertoys. Tot op heden zit daar nu een sportwinkel. En hier verrijst binnenkort project Midtown. Met 11 mooie koopappartementen in het centrum van Barendrecht. De locatie spreekt eigenlijk voor zichzelf. Het kan het centraler dan dit. Midden op de winkelstraat met eigenlijk alle voorzieningen binnen handbereik. En ook bushalte is aan te lopen en het treinstation is op loopafstand. Het belooft een schitterend gebouw te worden en qua architectuur past het straks ook heel mooi hier in het centrum van Barendrecht. Er komt straks een zijentree aan de zijkant van het gebouw. En de hoofdentree van de woningen zal straks te vinden zijn aan de kant van het onderlangs. Ik heb alle verkoopdocumentatie op kantoor, dus ik neem je mee naar kantoor om je verder alles van het project toe te lichten. We zijn hier op kantoor en ik hoop jullie hier vandaan mee te nemen in vragen die je misschien hebt over het project. Hoe staat het met de vergunning? Wanneer start de bouw? En wanneer verwachten we dat het gebouw klaar is? De vergunning wordt nog dit jaar verwacht. Vervolgens wordt naar verwachting maart, april de bestaande bebouwing gesloopt en gestart met de bouw. En als alles dan volgens planning loopt, dan zal de oplevering in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. Is het project duurzaam? En hoe werkt het met verwarming en warm water? Het wordt een duurzaam gebouw wat volledig gasloos wordt gebouwd. Verwarming en warm water zal plaatsvinden via een luchtwarmtepompsysteem. Via dat systeem wordt ook de vloerverwarming aangestuurd en de vloerkoeling. Dat is wel zo prettig in de zomer. Hoe zit het met parkeren en zijn er aparte bergingen? Eigenaren kunnen straks de auto parkeren op de openbare parkeerplaatsen die rondom het gebouw aanwezig zullen zijn. Daarnaast is het bijzonder, want er komt een eigen elektrische deelauto die ter beschikking staat aan de Vereniging van Eigenaren. Dus met alle eigenaren heb je de beschikking over een eigen elektrische auto. Daarnaast heeft ieder appartement een eigen berging onderin het gebouw. En dat is wel zo makkelijk voor bijvoorbeeld het stallen van je fiets. Hoeveel woningen komen er en hoe groot zijn de woningen? Het totale gebouw omvat straks 11 appartementen, verdeeld over 4 appartementtypen, over 4 bouwlagen. We hebben type A, B, C en D. Er zijn 3 woningen van type A, die zijn 49 vierkante meter. Er zijn 4 woningen type B, 49 vierkante meter. En er zijn 2 woningen type C, 48 vierkante meter. En 2 woningen type D, 49 vierkante meter. Zit er een keuken in het appartement? Alle woningen worden voorzien van een complete keuken van het merk Bruinzeel type Atlas. En in de basis wordt deze uitgevoerd met een combimarathon in een inductiekookplaat, een vaatwasser en een koelvriescombinatie. En kosteloos is er keuze uit verschillende type fronten. Wil je de keuken graag anders? Wil je andere apparatuur, meer apparatuur of een andere indeling? Dan kun je dat bespreken met de keukenleverancier. Wordt deze keuken anders en daardoor misschien ook wel duurder dan wat er in de basis in zit, dan wordt dat verrekend op basis van een verrekenprijs. Zit er een badkamer en een toilet in het appartement? Iedere woning heeft straks op beschikking over een eigen badkamer en een separaat toilet. Dat betekent dat jouw bezoek straks niet in jouw badkamer naar het toilet hoeft. Het sanitair en het tegenwerk is compleet. Het ziet er echt heel netjes uit. Het toilet is voorzien van een wandclozet, dus een hangend toilet met een fonteintje. En de badkamer heeft een inloopdouche met een drain en een wastafel. Het tegenwerk is in de basis ook netjes. Je kunt kiezen, zonder meerprijs, tussen een combinatie donkergrijs met wit of lichtgrijs met wit. Zijn er nog aanpassingen mogelijk aan de uitvoering van het appartement? Wil je de uitvoering van het sanitair en tegenwerk anders dan dat het in de basis is? Dan kun je dit bespreken met de kopersbegeleider. En zijn jouw wensen duurder dan dat er inclusief is in de basis? Dan wordt er een verrekening uitgevoerd op basis van een verrekenprijs. En zo kun je uiteindelijk toch het volledig naar je zin maken. Komt er een vereniging van eigenaren? Wat doet deze vereniging en wat zijn de kosten? Iedere koper, iedere eigenaar wordt straks automatisch lid van de vereniging van eigenaren. En met die vereniging deel je straks eigenlijk de totale kosten voor het gehele gebouw. Dat zijn de onderhoudskosten voor nu, maar ook voor in de toekomst. De opstapverzekering en bijvoorbeeld de elektrische deelauto die ook eigenaar wordt van het gebouw. Op basis van een conceptbegroting hebben wij een overzicht van een verwachte bijdrage per appartement. Ik heb interesse in een appartement in Midtown. Wat nu? Op zaterdag 19 december starten wij met de verkoop van de appartementen.
het moment dat je interesse hebt, kun je contact opnemen met het kantoor van Delta Makelaars. En wij zorgen dan dat je de verkoopinformatie krijgt. Dat is een brochure, een inzetformulier, een brief met het proces beschreven en natuurlijk de prijslijst. Neem contact met ons op, dan zorgen wij dat je deze informatie in handen krijgt. Op het moment dat je hebt ingeschreven, dan krijg je uiterlijk in de week van 11 januari bericht of er een woning aan jou is toegewezen. Wanneer dit het geval is, word je vanaf 13 januari bij ons op kantoor uitgenodigd voor een gesprek. En wij nemen dan alle informatie nog eens met je door en zorgen dat je ook eventuele aanvullende informatie van ons krijgt. Verdere bijzonderheden en aandachtspunten. Er wordt gebouwd onder woningborggarantie. Dat is wel zo prettig, want iedere koper is straks beschermd voor een eventueel faillissement van de aannemer. Ook na de oplevering val je onder de garantievoorwaarden van woningborg. De appartementen hebben standaard een open verbinding tussen de woonkamer en de slaapkamer. Deze kan optioneel nog, als je dat wil, afgesloten worden met een deur. Alle woningen op de verdiepingen worden uitgevoerd met zwevende dekvloeren. En dat is heel plezierig, want daarmee wordt geluidsoverdracht naar de woning die eronder ligt zoveel mogelijk voorkomen. Ieder appartement wordt uitgevoerd met een videofooninstallatie. Dat betekent dat als straks iemand beneden bij de hoofdentree belt, dat je van binnenuit in jouw woning kan zien wie er voor de deur staat. Er is geen lift in het gebouw aanwezig, maar het gebouw wordt hier wel bouwkundig op voorbereid. Dat betekent dat indien op een later moment, dat kan over een aantal jaren zijn, de eigenaren alsnog een lift willen, dat hier al tijdens de bouw rekening mee gehouden is.